Twee, niet alleen Wijnberg en Valken die al een tijdje geblesseerd zijn, maar ook Furens en Luhennepessi, beide zijn geschorst. Mede daardoor maakt John Schuurhuizen zijn rentree. Hij speelde voor het laatst op 15 oktober en is er ook weer in plaats in de basis voor René van der Gijp. In het treffen met Bayern München is Gerald Vanenburg geblesseerd geraakt aan het bovenbeen. Hij is er daardoor vandaag niet bij, evenals Romario, maar dat verhaal kende u. Het elftal wordt gecompleteerd van PSV door Jules Ellerman, de ex-Spartaan. Hele verre trap van de Goeie in de vijfde minuut. En omdat Van Aarde valt, kreeg Sparta een nieuwe kans. Die zat er niet gedaan, Lerby. Opent op Paulsen. Die Ellerman bij zich weet, maar zelf snoei afschudt. En ook Sandel laat staan, Paulsen. Achter alles en iedereen langs, dat was toch een grote kans. Als Paulsen het overzicht had behouden. Paulsen. Kieft. Lerby. En op rechts is Ellerman vrij goed gezien van Lerby. Maar de Goeie zag het aankomen. En anticipeerde goed. En geeft Ellerman het klopje op de bibs mee. Sandel blijft vervolgens rustig. En staat het nog steeds 0-0. Kieft. Geschaduwd door Sas. 19 jaar jong pas. Speler van het Olympisch elftal. Dat is een harde charge van Valks op Polly. Maar Rijgwart past de voordeelregel toe en grijpt nu wel in. Buiten beeld heeft Valk zich inmiddels verontschuldigd bij Polly. Maar dat was wel nodig ook. Een vrije trap is voor Van den Berg. Op Polly weer. Te hoog been zou je zeggen. Van Liebrecht die zichzelf blesseert. Polly. Van der Gijp. Is langs Heinze. Maar kan die bal vervolgens niet kwijt. Dan moet ze terug naar Sandel. Die vervolgens het enige doet wat slim is. Want zo kunnen we kijken hoe erg het is met Raymond Liebrechts. Liebrechts raakte geblesseerd in het duel met Gerets. Waarbij van kwade opzet van Gerets zeker geen sprake was. Eerder was het Liebrechts zelf die met een te hoog been het duel aanging. En vervolgens lelijk neerkwam. Het oplappen van Liebrechts dat lukt niet en Rob Baan grijpt daarom snel in. Hij brengt Dennis de Nooijer het veld in. Na 16 minuten de eerste wissel dus. Sas. Nielsen kopt weg voor Houtman. De aanloop van Van den Berg is veelzeggend. Hij zal die vrije trap gaan nemen. En schiet ineens op doel. Op de paal. En wat heeft PSV toch met vrije trappen de laatste tijd? Wouter schoot hem al een keer in. Grahammer schoot raak en Van den Berg nu op de paal. Ellerman. Paulsen. Gerets komt binnen door. En al raakte Paulsen die bal niet echt lekker. Was Gerets fel genoeg om de aanval voor te zetten. En Lerby mist dan. Van der Gijp aarzelt. En wordt bestraft. Door Heinze, die op zijn beurt landt op Luiten. De Nooijer, Dennis. Polly. Te moeilijk wat Polly wilde. Ellerman. Voorin, Lerby, Kieft en Paulsen. Maar Ellerman moet die spelers eerst wat weer opzoeken omdat de afstand zo groot was. Paulsen. Contra Sandel. Van Aarle. Kieft. Lerby. Goed het gat ingedoken. En Lerby scoort. Uitgerekend een van de zwakste PSV'ers tot dit moment. Søren Lerby profiteert van de ruimte die in het centrum van de Sparta-verdediging ontstond. En scoort 1-0. U ziet Glenn Helder die in de tweede helft de plaats inneemt bij Sparta van René van der Gijp. Sandel achterna gezeten door Paulsen. Helder laat de bal lopen voor Gerets. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Het is een overtreding van Snoei. Erik Gerets. Paulsen kopt. Zo kopte hij ook. Afgelopen woensdag tegen Bayern. De Goeie zag het aankomen.
Govanec probeert de bal in te laten zwingen. Maar Van den Berg voorkomt dat, haalt die bal weg. Gerets, Govanec. Bedoeling is Kieft en die legt de bal weer pan klaar. En dat had hem toch moeten zijn, Ellerman. Kieft. Goed, Govanec. En weer, bijna, een treffer van Ellerman. Net miste hij en nu kwam hij er net niet aan. Controle bij Van den Berg. Helder. Houtman zoekt de spits weer op. En Polly verlaat juist die spits om de bal te halen. Helder. Voor doel zijn De Nooyer en Houtman. Polly. Helder. Van den Berg moet dan afronden. Maar doet dat niet. Aait de bal met zijn linkervoet. Waar een streep meer op zijn plaats was geweest. De tweede helft is een kwartier oud. Sparta is in de wedstrijd. Houtman. Door Nielsen. Terwijl Houtman op weg was naar de gelijkmaker. Rijgwart volstaat met geel. Het was ook geen gemene overtreding van Nielsen. Maar wel een noodrem die Sparta een treffer kost. En je kunt je dus afvragen of dan geel volstaat. Wouters en Gramer in het verleden. En Van den Berg eerder deze dag hebben al aangetoond. Dat zo'n muurtje bij PSV niet alles te betekenen heeft. Een snoei. Schiet gewoon volop in de muur. De nieuwe kans. En Rijgwart laat het doorgaan. Ziet geen overtreding. Waar sommige Spartanen die wel dachten te zien. Sas. Polly op snelheid. En de bal in bezit. Polly werd wel degelijk vastgehouden door Valks. Toen hij er voorbij was. Polly werd eventjes vastgepakt door Valks. Maar bleef in balbezit. En kreeg die bal vervolgens niet langs Van Breukelen. Kans nu voor PSV Heinze. Die valt en een penalty krijgt of niet. De overtreding van Luiten op Heinze wordt bestraft met de zwaarst denkbare straf. De strafschop. Kieft loopt aan voor zijn 16e goal dit seizoen. Het faalt niet. Scoort zoals dat hoort. PSV leidt met 2-0. Juist in een fase van de wedstrijd waarin Sparta terug leek te komen. Paulsen. Wil alleen. En dat kan. Kieft is voor doel. Maar Sandel verdedigt goed mee. Ook in tweede instantie. En die zit erin. Flemming Paulsen. Scoort 3-0 en de wedstrijd zit in de zak voor PSV. Het pleit voor Sparta dat het de aanval blijft zoeken, ook nu weer 3-0 is. Maar de Rotterdammers hadden natuurlijk gewoon een keer moeten toeslaan in de fase dat het nog 1-0 stond. En de kansen op de gelijkmaker ruimschoots waren. Nu is er een kans geweest weer voor Polly. Maar bij 3-0 doet dat er allemaal zoveel niet meer toe natuurlijk. Sandel met het hakje, Ellerman komt. De misser van Luiten, de kans voor Kieft. En Kieft gaat 4-0 scoren, zijn 17e goal dit seizoen. Een bekroning voor de man die het beste van PSV liet zien. Uitblinker aan PSV-kant, Wim Kieft scoort 0-4 na een beginnelingsmisser van Luiten. Die over de bal maaide. En toen was het een eenvoudig klusje voor Willem Kieft. Die dus Romario nog wel eens kon gaan inhalen dit seizoen. De Jong legt neer voor Helder. En pakt vervolgens gewoon de bal af. Paulsen. Linskens. De Jong is vrij op rechts. Linskens zag dat. Zo geven die twee invallers elkaar nog wat werk. In de slotfase die naar die vierde goal van Kieft het aanzien niet meer waard is. En een eeuwigheid lijkt te duren. Maar dat is natuurlijk begrijpelijk, want het is gespeeld het spel. Paulsen nog een keer, Kieft. En erg kalm gedaan. Van Schuurhuizen en dan scoort Ellerman. En is de vraag...